De Rotary Club Paramaribo Residents heeft in verband met de komende GLOW-toets gisteren een motivatiesessie gehouden voor de zesde klassers van de openbare school Nieuw-Amsterdam. De Rotariërs hebben voor deze school gekozen omdat zij een school buiten Paramaribo in de spotlight wilden zetten. Ook heeft openbare school Nieuw-Amsterdam het vorig jaar 3 GoGLOW-leerlingen afgeleverd. Het doel van GoGLOW is het stimuleren en waarderen van excellente prestaties. Hiermee probeert Rotary het totale slagingspercentage van het GLOW-onderwijs omhoog te trekken. Rotariër Robert Haan zei aan de kinderen dat indien zij 60 punten of meer behalen voor de toets, ook zij de kans krijgen een GoGLOW'er te worden. Dus je moet zelf gaan rekenen hoeveel achters en hoeveel meters je weet. Hoe je nu staat, je weet de toets straks, die telt. Ik kijk even om hulp, die telt 2 keer volgens mij. Dus je kan nog met de toets ga je, je cijfers omhoog halen. En als je dan de 60 punten hebt gehaald, dan noemen we je een GoGLOW'er. En dan gaan wij samen met jou een geweldige dag organiseren. En dit jaar hebben we het georganiseerd, of is het gepland voor 25 augustus. Als het goed is, hebben jullie 15 augustus ergens uitslag. En dan gaan we op zaterdag 25 augustus hebben wij een volle dag gepland met de GoGLOW'ers. En dat is voor het hele land. Dat zijn 10.000 kinderen. Hier zijn er 38, maar 10.000 landelijk die toets gaan maken. En van die 10.000 gaan we de GoGLOW'ers de best of de best selecteren. En die gaan met ons een GoGLOW-dag gaan wij daarvoor organiseren. Elvira Jesseren, voorzitter van de GoGLOW-commissie 2018, gaf de leerlingen een mooie taak naar huis mee. Jesseren zei dat ze elkaar moeten helpen. Waar de ene zwak in is, moet hij of zij ondersteund worden door een andere die sterk daarin is. Zo kan de school een heel goed slagingspercentage halen, benadrukt Jesseren. Jullie taak vanuit de Rotary is help die andere studenten. Zetten jullie niet alleen mooie prestaties neer, maar dan zijn jullie ook mooie mensen die anderen helpen. En dan helpen jullie zo de Rotary ook. Ja, dus de anderen die misschien randje kantje zijn, ze hebben misschien een beetje kans om GoGLOW'er te worden, trek ze mee. Ja, die 6, 7 die we hebben gezien, die vinger, trek die anderen mee die misschien net geen GoGLOW'er op de rand staan, trek ze mee dat ze ook GoGLOW'er worden. En het belangrijkste is, meneer Haan heeft het al gezegd, of meneer Robert, het belangrijkste is dat iedereen slaagt. Dus de anderen die misschien denken van ja, GoGLOW, ik maak helemaal geen kans om GoGLOW'er te worden. Ja, misschien slaag ik niet eens. Trekken jullie die ook mee, dat ze tenminste slagen. Dan zijn we tevreden. Dat de hele klas slaagt. Oh, dat is ons doel. Het gaat, we zetten natuurlijk de GoGLOW'ers in het zonnetje op 25 augustus. Maar ons uiteindelijk doel is dat alle kinderen slagen. Want dat is, daar gaat het uiteindelijk om. En de GoGLOW'ers die al goed zijn, doe je best, trek de rest mee, dat iedereen kan slagen. Elvira Jesseren, voorzitter van de GoGLOW-commissie 2018. Zij sprak vanmorgen tijdens de GoGLOW-motivatiesessie op de openbare school Nieuw-Amsterdam. De sessie is georganiseerd door de Rotary Club Paramaribo Residents.